Oh! Ga zitten. Ja, daarnaast. Maar ik wou een torentje ervan maken. Maar dat doe jij dan weer niet. Nee. Zo, nou, Rodi heeft wat gekregen van mij. Goedemorgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen. En Loutje is er ook. Kijk daar. Jee. Het is vandaag dinsdag 27 september 2022. En het is nu 10:55 in de ochtend. Ja. Ik ben druk bezig met editen. Moet ook gebeuren. Hè? Als je alles op tijd klaar wil hebben. Ja. Dus gaat goed komen. Toch, Lau? Ik ben vandaag van de boekhouding. Vandaag van de boekhouding. Ja, precies. Dus, maar oké. Okay. Wij wensen jullie wel weer voor vandaag. Hey, veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Met een mooi gezicht. Wat is er? Moeten we gaan rennen? Nee, ik dacht eerst even iemand thuis weer te zijn, maar het is een Audi. Daar is hier voor me. Het is een Audi en het is geen BMW. Nee, en ik heb het koud, dus ik heb het gewoon een keertje koud, jongens. Ik ga wat doen en voor het eerst. Ik ga bijna weg. Ik zit op de 1,5 uur te vernikkelen. Ga snel ik al gewoon zitten. Heb je het kapot gemaakt? Yep. Hij wil weer eens niet aan. Ja, dan moeten we een vuurtje maken. Hij wil weer eens geen niet aan. Nee, dat dacht ik al. Nou, ik ga eens even kijken hoe ik dat weer ga oplossen. Want betoon, daarom pakt hij hem daar niet. Nee. Ik ga even kijken. Ik ga even mijn buien laten veranderen. Nou, regent het weer kapot hard. Ja, ik wil je ook wel even wegbrengen. Deze gat, ik had een fietsje nodig. Hè? Huh? Ik heb mijn fietsje morgen nodig. Ah, oké. Okay. Kom. Ga zitten. Ja, daarnaast. Goed zo. Tadaa. Goed hoor. Poepjes. 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 En wanneer ga je weer poesbruinen? Donderdag. Donderdag. Oh. Altijd donderdag. Ja. Elke donderdag? Of is het één keer in de maand? Of één keer in de week? Of twee keer in de week? Eén keer in de week. Eén keer in de week op de donderdag. Hoe laat dat dan? Hoe laat? Ja. Waar je mee? Donderdag. ik naar een zonnebank. Nou, dan moet je wel heel erg mij gaan... Mij. Een keer? Voor een keer. Zitten. Kom dan. Kom hier. Oh ja, zou ik jou vervolgen dan? Ja hoor. Dat is zeker niet goed. Oh jawel. Oh mij, nou ben ik de camerajuffrouw. De camerajuffrouw. Zag je ze? Auw. Zie je, lekker natte lekker natte neuzen. Rustig hè. Goed zo. Zag je ze? Die lekkere. Ook al die op play gedrukt. Nee, grapje. Ja, maar hij staat toch al aan. Dat, en dat weet ik. En dat die aanstaat. Jammer, hè?
Want kijk hier, lieve schat, hier heb ik dus namelijk een rood lampje. Dan weet ik dat die aanstaat. Kun je ook nooit in de maling nemen? Nee, jammer, hè? Het gaat gewoon een pepermuntje, wat een geluk. Ja, gelukkig. Hey. Oh, je bent een heilig huis, hè? Wilt u niet zo vloeken, mevrouw? Oh, ik ben ook gewoon wit op de camera. Nieuw. Hangkinnetje. Wat is dit voor gezeik, jongens? Nee, dit is lekker weer. Snap dat, dat is lekker weer. Oh, kijk, je auto helemaal in. Oh nee. Wat? Ik dacht dat hij helemaal eenzaam stond, maar zat er een beetje achter. Ja. Ja, inderdaad. Het is kapot druk hier nu. Jezus. Nee, is het druk? Geen idee. Ja, dat is, en dat is een tas die valt. Ja. Gek, hè? Dat is een tas. Ja, dat is een tas. En maar heb je Lady haar vacht al gezien en dat ze aan het veranderen is? En qua kleur. Maar ze is ook lekker zacht. Lady, kom eens. Die is allemaal lekker zacht. Kom eens hier. Lady is behoorlijk aan het verkleuren. Bruin is hier, wordt. Ja, ze is echt bruin. Aan het worden. Aan het worden. Hm? Jij. Yeah. Je hoeft niet meer aan zonnebank, hè? Lekker. Was dat lekker? Een ei over je bol. En dan kijken ze echt aan van ja, ik waar. Kijk dan. Oh. Sorry. Ja, sorry. Zo, mevrouw, mijn bek. Ze zijn wel lekker zacht. Ja, echt hè? Nou, en dat heb ik dus gedaan. En daarbij Iep, ja, kom maar. Kom maar. Kom maar. Waar ben je eigenlijk vandaan? Meer ga ik niet doen. Wat? Wat? Je slaat gek. Maar, en waar leg je hem nou weer neer? Nee. Nee, als je hem nou pakt. Dame, dan even achter mij aan gaat lopen. Nee! Ben je helemaal zat? Ben je helemaal zat? Oh, zo vond ik aangevallen door die honden weggeven. Jee. Hier voor de monteur dan. En dan heb je in de gang heb je twee deuren aan de. Nee, vier. Vier deuren. Doe jij zo? Ja, hoi. Ja, ze doen het nog. Kun jij het even doen? Ja, nee. 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 Als je nou dat ding pakt. En dan heb je daar op en op de deur. De laatste deur heb je een paard hangen. Daar en daar moet die in. Heb jij het gebruikt? Heb ik het gebruikt? Ja, jij. Nu, net al mijn laatst. Mijn tijd is voorbij. Oh, ben jij gekring? Ook, hè? Die vormtje. Nee, ook niet opgepakt. Hij schat. Ga even horen. Ik heb het achtergelaten. Dan ga je mij ook een woord van achter. Ja, bijna wel. Kijk, hier en hier heb ik een paard. Heb jij daar een last van dan? Dat was kik met mij. Zoals ik tegen mijn ouders altijd zeg, jullie leven zou saai zijn, hè, zonder mij. Ja. Jouw leven ook saai zonder mij. Ja, ja. Ja, kijk, dan heb ik nog iets meer licht. Kijk, is handig. Moet dat? Ja, dat moet. Moet dat? Ja, dat moet. Dat is handig. Is toch leuk? Ik hou van duister. Ja, ik niet. Ik ben het duister. Ja. Zwart is ook de kleur van mijn ziel. Oh, heerlijk. Ik heb mijn spullen nog niet, hoor. Nee, niet. Nee. Mevrouw, de politieagent. Ik heb mijn spullen nog niet. De boot is droog, maar niet zo goed. Maar stuur je mij nog even in dat lijstje door met de prijzen? Oh. Die had je mij nog niet doorgestuurd, schat. Die had je mij nog niet doorgestuurd. Die wil ik wel graag hebben. Dan weet ik van ongeveer wat ik kan gaan doen. Zeg maar. Ga. Dat is namelijk leuk. Een beetje in de grens op kunnen zoeken, hè? Dat is leuk, hè? Ja, dat kan niet ontkennen. De grens op zoeken, dat is altijd leuk. Kijk, dat goede stuur. Tuurlijk. Ja, niet in deze foto van blote poes. Heb je die dan? Waar gaat het heen? Volgens mij heb ik het allemaal gestuurd naar je. Dat is mooi. Zie je? Sta stil bij groen verkeerslicht, €150. Wat heb jij meegemaakt?
afgelopen weekend. Ja. Maar als ze er nou ook en ook gewoon iets mee doen. Maar nee, dat is te moeilijk. We hebben er gewoon geen zin in. Ik heb het in de gaten, mevrouw Agent. Ik zie jullie volgende week niet. Jawel, nou ja. Misschien wel, misschien ook niet. Als Roos brengt. Dan zal ik het al vragen of je ze brengt. Dan ben ik niet zo alleen. Nee. Ja, ik moet slapen, oud wijf. Ja, nou, echt? Schat, veel... Oh, nou, ik heb je nog wel. Is goed, schat. Voordat je... Ja, is goed, schat. De mof gaat spelen. Ja, ik... Nee, maar als deze online komt, dan ben ik alweer terug. Oh, ja. Nee! Wat moet je nou niet zeggen? Wat moet je nou niet zeggen op de vlog? Dat gaat. Oh, wat is het hier lekker koel en lekker droog. Ja. Het is hier lekker koel en droog. Ik ga even zo voelen. Ja, kom maar. Zo. Zo. Er staan ook mensen. Wat hebben we allemaal hier voor lekkers? Eens even kijken. Wat hebben we? Ja, er is sowieso nieuw. Wat zei je? Het is sowieso nieuw. Schat, kijk hier. Kom hier. Schat, kom hier. Die is voor mij. Wil jij deze? Ja. Ja, dat is mooi. Dat jullie wel, alsjeblieft. Ik ben even aan het kijken. Of de pizza. Een fles euro. Hebben ze ook zalm of hebben ze geen zalm hier? Ja, denk ik. Ja, maar ik zoek zalm, maar dat hebben ze hier niet. Maar dat maakt niet uit. Wat voor dus heb ik dat? Doe ik het zo. Nee. Meneer, mag ik van u deze zalm? Ja. Helemaal goed, dank u. Met gerookte brieven. Kijk, dat is lekker. Dat is lekker. Ik ben even achterover. Helemaal goed. Kijk. Ja, dat weet ik ook niet. Dat weet ik ook niet. Zo, helemaal goud. Ja, nee, maar ik wou een torentje ervan maken. Maar dat doe jij dan weer niet. Nee, ik wou er een torentje van maken. Nee, dan moet dit dus wel weer zo staan. Maar ik wou het netjes hebben. Nu is hij nou niet meer netjes. Daarom dus ook zo. Meneer snapt niet wat ik bedoel. .nl. Helemaal goud. Is leuk. Waar ben je, man? Zo, ik ben bezig met het eten. Ik heb hier een eitje. Die is bijna klaar. Lekker. En dan heb ik hier groente. Ik ben hier eigenlijk een soort van thee aan het maken. Laurierblad. Lekker erin. Lekker laten koken. Lekker laten sudderen, heerlijk. En dan zometeen in een mok. In dat ding.
deze. En dan een beetje honing bij. Ik heb hier dus mijn ei op. En dan pak ik dus nou groenten. Dan moet je zo'n pen dus opletten. Dat ik daar al zo'n pen op ligt. En toen mag dat er weer op. Dus dan gaan we dat zo doen. Dichtvouwen. Dat is een lekkere wrap. En dan komt daar nog wat anders op. Kijk maar. Zo, nou, Rodi heeft wat gekregen van mij. Mag ik gaan uitpakken? Ik heb een plastic op. Ik wil het zeggen. Dank je. Met jouw stem is er terug. Ja, dat is wel. Nou, er heeft iemand vandaag smakelijk om jouw stem gelachen. Nee. Het ging alle kanten op. Ja. En ja, mensen, Roderick die weet al wat het is. Die weet dat al. Plastic zak met inhoud. Ja, precies. Plastic zak is nu stuk. Ga een beetje naar achteren, kan ik jou helemaal filmen. Zit wat in? Nee, joh. Dat is ook tand of zwaar. Zwart als in plastic. Ja, alweer. Plastic en plastic. En dan willen ze hoe heet dat? Besparen. Besparen. Het is een auto? Nee, dan moet je even goed eventjes, nee, andersom, andersom. Met meppet. Nee, andersom draaien. Goed. Auto. Auto. Ja. Auto. Ja, precies. Dan hier zo'n dingetje. Op de val zit hier ook heen. En zo neerzetten, dan kun je erin zien. Een harmonica tas. Met de draadjes en dergelijke. Even kijken. Dan hebben we hier. En hier. En hier. Allemaal vakdingetjes. Even kijken. Hier zijn er drie van. Dus die horen dan. Kijken op de bodem, lijkt mij, stevigheid. Nee, jij niet daar, jij hebt het al in. Dan pak je hier. Kijk, dat is heel handig. Als je het weer op wil vouwen, trek je aan zo'n dingetje. Zo opklappen. Hier zit ook zo'n dingetje aan. En hier ook, kijk, hoe toevallig. En deze is niet zo netjes. Ja, nou ja, maakt niet uit. Nu is het stevig, kijk. Ook zo niet. Ik zal wat boeken erin doen. Handig. Dit. Even kijken hoe dat precies passend te maken is. Ik zal goed luisteren. Dat doe ik even hier. Het zit met klittenband. Een beetje goed mikken. Ik zeg een beetje goed mikken. Klein beetje maar. Een beetje halverwege zo. Dan heb je opeens twee vakjes in plaats van één. Ja. Van drie. Nee? Vier vakjes in plaats van drie. En dan heb je hier nog verbindingshaken. Dus als je in je auto, maar daar is het eigenlijk voor, in
een achterbak van die vestigingsogen hebt, kan je dit eraan haken. En met deze clipjes kan je het ergens aan vastmaken. Hier bijvoorbeeld. Voor zorgen dat hij niet gaat schuiven. Nog een klein zijdingetje aan voor het opvouwen. En dan heb je hier dus nog een faxje. Een faxje. Dan heb je aan die kant heb je hier ook een vakje. Een insteekvakje om dingen om in te steken. Hier heb je nog een opbergvakje voor de kleine dingetjes. Grotere kleine dingetjes. Netjes weer dichtvouwen. Ja, dan moet deze ook nog even aan deze kant. Even. Ja. Dat is wel net. Hier zit precies de vouw. Hier zit de vouw in. Ja. Dat is natuurlijk weer vervelend doen. Alsjeblieft. Ziet er mooi uit. Nee. Alsjeblieft. Had ze hem ook in het groen? Nee. Nee? Gelukkig maar. Nee, gelukkig hè. Dat zou ik helemaal niet mooi vinden met mijn ogen. Nee. En er zitten wat van die beschermdopjes op te haken, dat het niet scherp is, zeg maar. Dat is ook wel handig. Hij is scherp. Hij maakt hem nou even niet scherp. Onscherp. Die dopjes. Om je spullen op te bergen. Bijvoorbeeld je schoenen, je werkkleding, je eten en drinken. Bijvoorbeeld. Alles in één. Ja. En dan is jouw kofferbak ook binnenkort opgeruimd en netjes. Opgeruimd en netjes, ja. Ja. Wel opgeruimd, maar niet netjes. Natuurlijk wel. Altijd met dit. Nee, het is, een kofferbakmat is heel erg vies. Voor de vorige eigenaar waarschijnlijk. Ik weet niet wat hij gedaan heeft, maar het is gewoon. Ja, en je kan ook een rubberen mat erin leggen. Dat kan allemaal. Maar zo'n rubberen mat, een nieuwe mat, een originele mat. En dat is schoon, dat gaat niet schoon worden. Dat is vervelend. Maar dat heeft niet. Nee, maar je bent er blij mee. Ja. Alsjeblieft, schat. Okay. Ja. Zo ziet mijn auto eruit als ik erin zit. Ja. Nou, ik ga even wat uitproberen. Ik ga even mijn telefoon uit het hoesje knallen. Erg handig. Die ga ik dus hier op doen. Dan heb ik hier een mooie kaartje. Kijk, dat is een hele mooie kaartje. Die gaat nu zometeen daarin. Ja, daar. Dus ik ga nu deze pakken. En dus nu hierin. Zo, en dan ga ik mijn ding even starten. En dan ga ik even kijken wat hij ermee doet, zeg maar. En dan kan ik even gelijk mijn telefoon ook even aan de lader doen. Yes, zo. Die is nu ook gelijk even aan de lader. En dan gaan we even kijken wat hij doet. En ik heb een app. Ja, oké. Okay. Toestaan. Dat gaat allemaal nu goed. Daar ben ik heel blij mee. Ja. Media. Bron.
Nou, ja, en dan doen we even uit. Dus. Zo, een hele goede avond allemaal. Ja, zoals je ziet, ik zit weer op een plekje. Lekker op bed, lekker in de slaapkamer. En dat betekent dus dat ik deze vlog gezellig weer met jullie ga afsluiten. Dus, vond jij dit dan weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje aan. Doe het duimpje omhoog. En laat even een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie morgen weer terug bij een gloednieuwe vlog. Ciao!